Verrassingen bij de definitieve uitslag voor de Europese verkiezingen. Vooral ook voor de Brabantse kandidaten. Het CDA is toch de grootste geworden, dat is goed nieuws voor Lambert van Nistelrooy uit Diezen. Maar 50PLUS heeft het niet gered. En dat is dan weer vervelend voor Twan Manders uit Asten. Dit is de zetelverdeling. Het CDA is met 5 zetels in de winnaar van de verkiezingen. Heeft te maken met een lijstverbinding van de partij met ChristenUnie-SGP. D66 en PVV hebben allebei 4 zetels. PvdA en VVD hebben er 3. De SP, GroenLinks en ChristenUnie-SGP hebben er 2. En de Partij voor de Dieren komt met 1 zetel in het Europees Parlement. Ja, 5 zetels dus voor het CDA. Lambert van Nistelrooy stond 7e. Maar toch is dit voor hem goed nieuws. Want door een groot aantal voorkeurstemmen mag er waarschijnlijk toch het Europees Parlement in. Hij kreeg 33.000 voorkeurstemmen. En van Nistelrooy weet wel wie er op hem hebben gestemd. En opnieuw de Brabantse mensen, van jong tot oud. Dus het is voor de, denk, 9e keer dat ik ben gekozen voor een functie van gemeente, provincie en nu voor de 3e keer in Brussel. Het zijn eigenlijk ongeveer altijd dezelfde mensen, Brabantse mensen. Voor Twan Manders was de definitieve uitslag vervelend nieuws. Hij keert niet terug in het Europese parlement. In Brussel is geen plaats voor zijn partij 50PLUS. Verslaggever Rogier van Son is in Asten bij Twan Manders. Rogier, dit zal wel een flinke domper voor hem zijn. Ja, natuurlijk is het een domper. Hij had natuurlijk erop gerekend dat hij wel nog door kon gaan in het Europees Parlement. Maar ja, op 0,1%, dus omgerekend zo'n 4000 stemmen, is het dus niet gelukt. Hij was er zo dichtbij, terwijl zoveel Brabanders ook op hem gestemd hebben. Nou, daar is hij wel blij mee, maar verder baalt hij natuurlijk wel. Waar ik vooral trots op ben, is al die Brabanders die op 50PLUS op mij hebben gestemd in dit geval. Het voelt zoals Atletico in de finale. Je wint eigenlijk, je hebt de beker heb je bijna in handen. Je wint bijna en net in de laatste minuut van de reservetijd, dan glijdt het uit je handen. Zo'n 15 jaar zit hij in de Europese politiek. Hoe is dat allemaal ooit begonnen? Ja, nou daarvoor zat hij nog in de gemeenteraad hier in Asten. Hij zat in Provinciale Staten in Brabant. En daarna in 1999 is hij dus naar Europa gegaan in Brussel. En dat deed hij voor de VVD. Maar die partij die zei op een gegeven moment, ja, je bent eigenlijk iets te oud aan het worden. Dus moest hij daar weg en is hij dus uiteindelijk lijsttrekker voor 50PLUS geworden. Maar we hebben nog in ons archief een mooi filmpje gevonden hoe dat allemaal begon in 1999. Het verkiezingsfeest van Twan Manders vorige week donderdag. Even leek het erop dat hij het niet zou halen. Gisteren bleek het tegendeel. Ik ben maandag en dinsdag de hele dag gaan bellen met alle gemeenten in Brabant. En ik kwam maandagavond zat ik al boven de 10.000. En dinsdagochtend zat ik al boven de 11.500. Maar voor alle zekerheid heb ik toch nog even het hoofd van de kieskring Den Bosch, zeg maar Oost-Brabant, gebeld. En die heeft me zeg maar de officiële uitslag gegeven van Brabant. En er waren er 12.948 en dat zijn er 1500 te veel. Ja, dat was het begin in 1999. Nu eindigt het. Wat gaat hij nu doen? Ja, dat is nog de grote vraag. Hij zegt niet dat hij in een zwart gat valt. Maar ja, je moet je natuurlijk wel voorstellen. Hij werd toch wel een soort bekende Brabander daar in Brussel. Hij was ook wel een soort Brabantse boegbeeld daar. Dus hij heeft heel veel kunnen doen daar en kunnen betekenen in Brussel. En nu zal hij dan na al die jaren de politiek toch vaarwel moeten gaan zeggen. Ik heb hem gevraagd of hij bijvoorbeeld in Nederland in de politiek wil. Maar hij zegt, nou, dat ga ik niet doen. Mijn hart ligt echt in Europa. Dus wat hij wel gaat doen, hij gaat eerst een maandje vakantie houden. En dan gaat hij overleggen met het thuisfront hoe het dan verder moet. Rogier van Son in Asten, dankjewel.